Yo kijkers van gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. In deze video kom ik jullie even vertellen dat ik gepartnerd ben met UHC Hub, een zieke partner. Het is een heel groot UHC network en ze hebben ook echt behoorlijk wat spelers, ik laat jullie even zien. Echt niet normaal veel, dus echt normaal rond deze tijd. En hun gaan dus een nieuwe game uitreleasen, UHF. En als je dus slash jam doet, dan kom je in een jam shop terecht. En dat is best wel vet. Dat is gewoon wat hun zelf hebben bedacht. En hoe je dus zeg maar aan die gems komt, is of je moet 300 blocks minen in de mine. Daar is de mine en daar is de shop. Of je moet een kill pakken. Dus één van de twee en dan krijg je dus één gem. En die kan je dus besteden in de shop. Oké, hier is dus de mine. Dit is dus de donator mine. Hier kun je alleen in als je natuurlijk hebt gedoneerd. Een rank bijvoorbeeld. Alleen met rank. En dat is de normale mine. Ze werken hier met een soort van HGF systeem. En met vals verkopen. Dit is dus gewoon een standaard shop. Net zoals je op elke andere server hebt. Ze hebben hier ook airdrops. Als je die zo spant, dan komt die vanzelf als een ender chest. Klik je erop. En je krijgt sick loot eruit. Je krijgt ook custom enchants books eruit. Het is echt super nice om die te hebben. Dus even een tip. Bij de SOTW krijg je dat dus. En bij Kials bijvoorbeeld. Ze hebben ook meerdere cots. Ze hebben er iets van 3 à 4. Ze zijn volgens mij al bezig met de vierde. En meteen ook bij de SO2 datum is er ook meteen een cot. Dus ik ben heel erg benieuwd welke het is. En mensen, ik wil jullie ook nog eventjes vertellen dat alle M-portals staan 1000-1000 bij elke coördinaten. Dus mocht je naar de M toe willen, dan kan je naar 1000-1000, 1000-1000. Dus gewoon elke koord waar 1000 is op beide spots, daar staat dus een M-portal. Is 5 man factions, geen ally, de mapkit is protection 2, sharpness 3 en de SO2 timer is 90 minuten. Alle classes die er zijn, dat is alleen Bard en Diamond natuurlijk. Maar ja, Bard moet je eerst voor opwarmen voordat hij pas doet. De SO2 schedule is 8:30 een airdrop Kial. Om 9 uur een UHC hub Kial. En om 9:30 een eerste cot al. Dus meteen na de SO2 is er ook meteen een cot event. Dus dat is sowieso fucking nice. Want iedereen heeft nog niet zoveel spullen en om dan naar een cot te gaan. Dat was dus de UHF informatie. Vrijdag 30 augustus gaat dus om 8 uur deze server open. Dus UHF die komt hier te staan. Dus dan zie ik jullie dan. Ik ga waarschijnlijk ook gewoon spelen. Dus ik moet nog even een faction recruiten, maar dat komt wel goed. Dus dan zie ik jullie daar en dan tot dan. Peace out.